Deze film van de stichting DS Technisch Team gaat over demontage van de radiator. Voor veel werkzaamheden is het handig of soms ook nodig om de radiator te verwijderen, omdat zoveel zo compact gebouwd zit bij de DS. Op zich hoef je de schermen niet te demonteren om de radiator te demonteren. In dit geval hebben we de schermen ook al gedemonteerd. Bij een grote klus, zoals het vervangen van de radiator of demonteren van de radiator, adviseren wij om voor de veiligheid de accu-minpol eventjes te demonteren. De windtunnel moet gedemonteerd worden. In dit geval is het simpel, want omdat de spatborden eraf zijn, is ook de hele koplampbediening al losgehaald. Voor het geval je de spatborden laat zitten, verwijs ik naar de film Demontage Spatborden, hoe de koplampbediening losgemaakt moet worden. Overigens vind ik het zelf bij een grote klus waar ook de radiator gedemonteerd moet worden altijd het makkelijkste om eerst even de spatborden te demonteren. Windtunnel losmaken. Hier twee parkers. En de hele windtunnel kan verwijderd worden. Koelvloeistof aftappen. Ik heb een schone emmer gepakt, zodat ik de koelvloeistof kan hergebruiken. Hier onder dit slangetje, dit is het aftapslangetje, haal ik de vuldop los, zodat er lucht bij kan komen. En dan dit kraantje draaien we los. En daar komt de koelvloeistof eruit. Als de koelvloeistof uitloopt, kan ik vast de bovenste waterslang loshalen. Die zit vaak een beetje verkleefd. Zo, die is los. Mooi dat hier een roestvrij stalen slangklem zit. Met ook nog een zeskantje waar deze sleutel op komt. Hoef ik tenminste niet met een schroevendraaier te werken. En omdat die roestvrij staal is, zit die niet vastgeroest en kwam die heel makkelijk los. Bovenste steuntje losmaken. Onderste twee steunen losdraaien. Origineel zit dat met een M9 bout kop 14. In dit geval is het een M8 bout geworden. En deze moer die hoort origineel aan de radiator vastgelast te zitten. Op zich een lastig klusje, want je moet dus van onderaf dan die bout losdraaien. Makkelijk dat hier een moer bovenop zit, wat dus niet origineel is. Want anders moet je dus van onderaf hem losdraaien. Wat mensen ook wel eens doen dan voor montage is een zaagsnede hier in die M9 bout doen en dan kan je met een schroevendraaier hem ook een heel eind los en vast draaien. Onderste slangklem losdraaien. Jammer dat hier gewoon een ouderwetse slangklem zit die met een schroevendraaier moet, maar gelukkig hij zit niet al te erg vastgeroest. Radiator kan verwijderd worden. De radiator kan weer geplaatst worden. In grote lijnen is monteren de omgekeerde volgorde van demonteren. Er zijn een paar kleine dingetjes waar we nog de aandacht op moeten vestigen. Eerst de onderste slang weer monteren. Let erop dat de slangklem eromheen zit, anders krijg je die er niet meer omheen. Bovenste slang vastzetten en slangklem vastzetten. Onderste boutjes vastzetten. Van onderaf steek je de bouten erin. En zoals ik al zei, origineel zit hier dan een moer opgelast. In dit geval is het eigenlijk wel makkelijk dat er een losse moer zit, zodat ik die er zo op kan draaien.
de onderste bouten niet te vast zetten, want dan druk je de silent rubbers helemaal plat. En verder zit er nog wat speling in het geheel. En zo kan je hem goed uitrichten, zodat de ventilator niet aanloopt. Bovenste steuntje vast. Hier zit een sleufgaatje. Ook dat is weer om de radiator zo te stellen dat hij niet aanloopt. Het aftapkraantje dicht. En dan de koelvloeistof weer in de radiator gieten. Ontluchten van het systeem doe je met de radiatordop eraf. En dan te starten en warm te laten lopen met de kachelkraan open. Als die dan goed warm is, dan is het systeem vanzelf ontlucht. Daarna is het belangrijk koelwaterniveau te controleren. Dat doe je door in dit gat te kijken. En het waterniveau moet ongeveer halverwege tussen de lamellen van de radiator, die ongeveer hier zitten, en de bovenrand zitten. Dank voor het kijken naar deze instructiefilm van de stichting DSDT over D en montage van de radiator bij een Citroën DS.